Hier ziet u de expositie van Holt, de jubileum-expositie die dit jaar 20 jaar bestaat. En de groep Holt die maakt linosneden en houtsneden. De mensen, de deelnemers, komen uit Friesland, Groningen en Drenthe. De werken van Wijken van de Bij. Zij komt uit Grauw en zij maakt verlopen gebouwtjes. Hier ziet u een verwaarloosde doorloopstal. Hier ziet u werk van Aldrik Salverda. Dat is weer heel abstract. En hier ziet u de hele groep. Dan hebben we ook de uit Friesland afkomstige Tim Blauw. Hij is gefascineerd door het spoor. Een emplacement met allemaal verschillende wagons. Hier ziet u nog eens hoe zo'n houtsnede gemaakt wordt. Het licht gekleurde, dat is allemaal uitgesneden en dat wordt niet afgedrukt. Maar wat overblijft, dat wordt afgedrukt. En met de inktroller wordt er met inkt overheen gerold en het wordt afgedrukt op papier. In de foyer hangt werk van elk lid van de groep Holt. En deze tentoonstelling is tot en met 24 november te zien.